De Champions League koers in Eindhoven begint al aardig op te lopen. Ook bij PSV onder 19. Dat team speelt tijdens de UEFA Youth League, net als het eerste, tegen CSKA Moskou, Wolfsburg en dinsdag eerst tegen Manchester United. Aanvaller Matthias Verret weet dat dit een zeer speciale wedstrijd is. Natuurlijk is het een mooi affiche. Je speelt niet elke dag tegen zo'n team. Dus altijd mooi. Is er ook een andere soort spanning dan dat je bijvoorbeeld thuis tegen Roda speelt? Er zal sowieso wel meer spanning zijn. Dat is normaal met zo'n wedstrijd. Dus ik vind, of ik denk dat we niet daar niet moeten laten van afhangen. Dat we gewoon ons eigen spel moeten spelen. En dat we gewoon die wedstrijd zoals altijd moeten aanvliegen. Ja, we hebben het er al wel over gehad toen we de loting zagen van het eerste. Toen kwam eerst Manchester United naar voren. Toen dachten we, het is mooi. En CSKA, Moskou is ook altijd een zware tegenstander. En Wolfsburg is ook mooi. Allemaal toppers. Ik denk voor dezelfde voorbereiding. Ik denk niet dat je iets moet gaan aanpassen. Omdat je nu tegen Manchester United speelt of tegen Wolfsburg. Gewoon dezelfde voorbereiding als tegen Ajax, Feyenoord, NEC. Gewoon hetzelfde doen. Je bent vorige week ook al met Jong PSV mee geweest naar Engeland. Het is voor jou bijna gewoon aan het horen, hè? Die internationale trip is. Ja, het wordt veel. Maar ik vind het wel leuk om veel internationale wedstrijden te spelen. Daar leer je heel veel van. En op zo'n jonge leeftijd. Dus altijd vind ik wel leuk. Wanneer ben je nou tevreden als je dinsdag na die wedstrijd tegen Manchester hier staat? Als we winnen, dan ben ik pas tevreden.